Dit is de stand in het wereldkampioenschap van de 80 kubieke centimeters. Aan de leiding Martinez. 4 Grand Prix won hij dit jaar reeds. Tweede Gerhard Weibel. Eenmaal winnaar en wel in zijn eigen Grand Prix in Duitsland. 3 Herreros, een stalgenoot van Martinez. 4 Stefan Dörflinger, de viervoudige wereldkampioen die het hier in Assen nooit erg goed heeft kunnen doen. 5 Ian McConaghy en 6 Abolt. En dan de startrij. Op de beste plek staat Stefan Dörflinger, de man met nummer 3. Hij trainde 2 seconden sneller dan Jorge Martinez. Die op de tweede positie staat. Derde Ian McConaghy. Daarnaast Gerhard Weibel. En als verrassing Alex Griffiel, een Spanjaard, ook op de voorste startrij. Hij deed het dit jaar 1 keer goed. En het was in de eerste Grand Prix in Spanje waar hij eindigde op een tweede plaats. En dit is de opwarmronde met voorop Hubert Abolt. En daar gaat de 80cc los. Met de als eerste weg de man met nummer 1, zoals het hoort, Jorge Aspar Martinez. Daar kan altijd even strijd over zijn, omdat ook Gerhard Weibel een man is die vreselijk snel start. En we zien hem dan ook met nummer 5. Vlak achter Martinez. Alexander Barros zit daar weer vlak achter, een man uit Sao Paulo. Weg dus voor 12 ronden, totale afstand van 73 kilometer en 608 meter. Weibel is eigenlijk de enige die tot nu toe in staat geweest is het geweld van de derbies, met name dus van Martinez en Herreros, bij te benen. Ook 5 Nederlanders aan de start in deze 80 kubieke centimeter klasse. Wilco Zeelenberg, Kees Besseling, Theo Timmer, die waarschijnlijk zijn laatste TT rijdt. Bertje Smit en natuurlijk niet te vergeten Hans Spaan. Man die vorig jaar bij de WK vierde werd. Martinez nog steeds voorop. Vlak achter hem Gerhard Weibel. En dan valt er al een klein gaatje in die eerste ronde naar de volgers. 4 Grand Prix won deze voorste man. Aspar, dat is zijn bijnaam. Martinez inmiddels. En alleen in Duitsland moest hij Weibel voorrang verlenen. Het gaat uitstekend met die derbyploeg. Samenwerking is perfect tussen hem en Herreros. Terwijl Weibel wat problemen heeft met de andere ploeggenoten. Ian McConaghy en met name met Stefan Dörflinger. Die het niet zo ziet zitten in de jonge Weibel. Weibel blijft bij. Er zitten ook niet zo vreselijk veel verschillen in de mogelijkheden van de motorfietsen. Alleen de derby ligt wat beter. Terwijl de Krause-piloten nog wel eens klagen over trillingen bij het rijden. Goed bij elkaar. En de scheiding is al zichtbaar. Herreros voorop. In dat groepje volgers. En daarvoor natuurlijk deze twee mannen. Martinez. En Weibel. Daar met de 2 is Herreros. Daarachter Dörflinger. Dan Ian McConaghy. Maar er is een behoorlijk gaatje gevallen, dat is te zien. Herreros, de tweede man uit de derbystal. En dan zien we ook Hans Spaan even hier met nummer 4 in die volgersgroep. Komt goed bij, zit nu op een 5e positie. Achter dus Stefan Dörflinger en Herreros. Dörflinger probeert even in de buurt van Herreros te komen, maar die stuurt hem er in de bocht weer uit. En vlak daarachter zit dan Hans Spaan, die nogal wat problemen kende. Hij moest ook starten vanaf de 4e rij. Dat is dus natuurlijk eigenlijk beneden zijn waardigheid. Veel problemen gehad deze week met de training. Dat bleek uiteindelijk aan zijn brandstof te liggen. Vandaag trainde hij
op de laatste vrije training toch in ieder geval alweer een seconde sneller. En daarom blijft hij waarschijnlijk nu voorlopig bij. 2, 3 en 6, dat zijn de volgers. Herreros, Durflinger en Ian McConaghy. En daar vlak achter Hans Spaan. Snelheden toch van zo'n 144 km per uur in die bromfietsjes. De kop. Met Martinez, die dan toch van Gerhard Weibel aan het weglopen is. Neemt zelf de tijd om te kijken. En dat is de eerste man die eraf gevallen is. Mario Stocco, een Italiaan die zijn Facchioli, dat is het motormerk, even aan de kant zet. Dat is de volgorde. Hans Spaan is een klein stukje teruggevallen, dat zien we hier. En Barros is de man op de zesde plaats, Braziliaan. Aanval weer van McConaghy. Herreros houdt het af. Nee, ik denk niet dat hij het afhoudt. Want hier, kijk eens even, alsof hij stilstaat, Herreros. McConaghy er voorbij. Engelse kampioen. En in 86 haalde hij zijn eerste en enige Grand Prix-overwinning. Op eigen bodem, dus op Silverstone. Durflinger, daar weer vlak achter. En Herreros weer binnendoor. Ja, dat is een prima gevecht. Er komt ook een gaatje. Durflinger blijft iets achter. Zodat we op kop hebben Martinez in strijd met Gerhard Weibel. En dan hier op de derde en vierde plaats het duo Herreros en McConaghy. De uitvaller. Kees Besseling, dacht ik. Ja, ik denk dat dat de Nederlander Kees Besseling is. Hij liep in ieder geval. Martinez. Weibel moet het er een beetje bij laten zitten. Het gat is groter geworden. Oh, en dat is een valpartijtje van Gerhard Weibel. Daarom missen we hem. Nou, die kan dus ook de toppositie op dit moment vergeten. Want voordat hij ingelopen is, kijk maar, daar komen de volgers aan. Die gaan hem al voorbij. Weibel heeft te veel risico genomen om Martinez bij te blijven. En dat betekent dat er voor Martinez geen zorgen meer zijn. De risico's kan hij tot het minimum beperken. Zeven rondes op kop inmiddels, Martinez. En hij heeft een gigantisch gat geslagen. We gaan eens kijken hoeveel seconden daar wel tussen zitten. Nu pas komt Stefan Durflinger over start-finish. Die is opgeklommen naar een tweede plek. En Hans Spaan naar een derde plek. Daar ziet u hier. Dit is Stefan Durflinger. Daar vlak achter Manuel Herreros. En daarachter moet Hans Spaan dan zitten. Zou een knappe prestatie zijn. Durflinger. En dit is de binnenkomst van Gerhard Weibel. De machine is kennelijk er zo slecht aan toe dat er niet anders op zat dan naar de pits gaan. Jammer. Zoals gezegd, hij is de enige die tot nu toe echt lastig geweest is voor Martinez.
Hans Spaan in duel met Louis Miguel Rey. En voorlopig gaat Rey hem hier voorbij. En lijkt het alsof, nee hoor, het gaat toch goed. Spaan blijft eraan hangen. Vijfde plek nu voor hem. Dat is Julian Morales. En die zit inderdaad bij de voorste. Dat is geen achterblijven. Betekent dat Spaan nu toch weer iets toe moet geven. Ligt nu als derde van dit groepje. En zij zitten op hun beurt weer achter Dörflinger. En natuurlijk achter Jorge Martinez. Daar zijn we terug bij de trotse leider, Martinez. Op weg naar zijn vijfde Grand Prix-overwinning van dit seizoen. En dat met reeds een hele riante voorsprong in de stand om het wereldkampioenschap op Gerhard Waibel. Dat is het gat wat hij geslagen heeft in de richting van Stefan Dörflinger. McConaughey ligt inmiddels ergens op een negende of tiende plek en is dus echt wel weg. Snelste ronde, Martinez. 143 kilometer en 494 meter. Vorig jaar was hij nog iets sneller. Toen zette hij een ronde neer van 2:33.15. Dat is dan ongeveer 144 kilometer per uur. Maar ja. Het aantal risico's wat hij nu hoeft te nemen is natuurlijk ook heel beperkt. En toen heeft hij rondelang achter McConaughey aan moeten jagen. Martinez, op weg voor zijn laatste ronde. Afstand op zijn volger, Stefan Dörflinger, is toch tamelijk groot. Ik denk toch zeker zo'n 17, 18 seconden op dit moment. Als het niet meer is, want nu pas komt Dörflinger langs. Met vlak daarachter Herreros. En die heeft het gaatje naar de nummers 4, 5 en 6 toch weer wat groter gemaakt. Met voorop Mirales en daar vlak achter Hans Spaan. En dan pas Louis Miguel Rey. Martinez, nu toch aan de laatste meters bezig in de Grand Prix van Nederland. De 57ste TT in Assen. Gooit er nog eens vol het gas op en gaat nu door de finish komen. Zojuist de timmerbocht uit. Hij is binnen. Hij heeft zijn 15 punten. De leider in het wereldkampioenschap. En wij gaan kijken wat daarachter gebeurt. Daar is de man die op de tweede plek nu zou liggen. Manuel Herreros. Dan moet die Dörflinger voorbij gegaan zijn. En dat is inderdaad het geval. Dat betekent dus een volledige overwinning voor Derby. Want inderdaad, Herreros komt binnen voor Dörflinger. En nu zijn we ontzettend benieuwd wat of Hans Spaan doet. Kan hij nog bijkomen? Er is een ontzettend gevecht op die... Nee hoor. Toch, kijk, het beentje gaat uit van Rey. Die pakt vlak voor de streep, pakt die Mirales. En dan mis ik Hans Spaan. Dat is de stand van vandaag. 1 Martinez, 2 Herreros. Een complete triomf dus voor de derbies. Dan Dörflinger, Rey, Mirales en Juhas de Hongaar. Op de wagen die de motorfietsen afvoert zien we ook het nummer 4 van Hans Spaan. Hij is er bij post 19 in een bocht, is hij er onderuit gegaan. Had problemen met de koppeling, wilde Reyes bijhouden. Nam iets te veel risico, ging over de kop. Hemzelf mankeert gelukkig niets.
Dat betekent voor de stand op het wereldkampioenschap dat Martinez verder is uitgelopen en Herreros de tweede plaats van Weibel heeft overgenomen. Weibel dus nu derde. Stefan Dörflinger met 42 punten op een vierde plaats. McGonaghy op een vijfde. En de Duitser Abolt.